Lagere lasten betekent meer economische groei. Het is dringend noodzakelijk dat de lasten voor bedrijven worden verlaagd, zodat ze weer kunnen gaan investeren in mensen en investeren in de toekomst. Ja, daar ben ik het mee eens. De Partij van de Arbeid heeft er dus ook bewust voor gekozen om de lasten voor de bedrijven niet te verhogen. Te verlagen? Wij verhogen ze minder dan de VVD, om maar een voorbeeld te geven. De Partij van de Arbeid heeft deze keer echt heel bewust die keuze gemaakt om ondernemers de ruimte te geven om dit land verder te helpen. Waar denkt u aan? Aan lastenverlichting in bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting en andere werkgeverslasten vooral. Een beetje lastenverzwaring als het gaat om milieuvervuiling. Netto, geen lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Zo komen we verder. De VVD die wil gewoon lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Dat betekent dus dat die 6 maanden doorbetaling WW eraf moet. Dat is punt 1. Het tweede wat we willen is dat in ieder geval de winstvrijstellingsgrens hoger gesteld wordt en dat de winstbelasting lager gesteld wordt. Dat betekent gewoon onmiddellijk een lastenverlichting. Dan willen we nog de ontslagbescherming willen we aanpakken. Dat betekent ook een lastenverlichting voor het bedrijf. Ja, GroenLinks is de enige partij op links die erin slaagt om veel nieuwe banen te creëren. En dat doen we door de belastingen op werk fors te verlagen. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. En dat betalen we door de belasting op vervuiling, vervuilende consumptie en productie, fors te verhogen. En daarmee creëren we ruimte voor het MKB om nieuwe banen te scheppen. Maar we geven ook stevige prikkels aan het grote bedrijfsleven om over te stappen naar schonere productie en naar een schonere economie. Ja, het bedrijfsleven heeft last van hoge belastingen. Tegelijkertijd moeten we ook de schuldencrisis in Nederland oplossen. Maar het CDA vindt wel dat er met name voor het midden- en kleinbedrijf sprake moet zijn van lastenverlichting. Men wordt al geconfronteerd met de BTW bijvoorbeeld. Dat is nodig. Maar we kunnen het voor het bedrijfsleven wel lichter maken. Dat zullen we ook doen. Wat trekt u daarvoor uit? Het zal gaan om een bedrag van zo'n 300 miljoen euro. Daarmee zal niet de problemen van de crisis in één keer opgelost kunnen worden. Daar is veel meer voor nodig. Maar het helpt wel.